Goedenavond, welkom bij deze Q&A, zullen we het maar noemen, met wethouder Yvonne van Delft. We gaan het komende uur hebben over circulaire economie. Yvonne, om te beginnen, wat is dat precies, circulaire economie? Wat verstaan we daaronder? Ja, circulaire economie is dat er eigenlijk geen afval meer bestaat. He, dus dat je niks weggooit, maar dat je altijd weer kijkt hoe je dingen opnieuw kunt gebruiken. Dat is natuurlijk voor een deel recycling, maar soms zit het ook gewoon in het ontwerp van dingen. He, je kent zelf wel de ergernis dat als je mobiele telefoon, als daar geen update meer voor is, dat je iets nieuws moet kopen. Dus zelfs in het ontwerp kun je daar al rekening mee houden, dat je het weer opnieuw kunt gebruiken. En dat in feite de kringlopen, daar komt het circulaire vandaan, weer gesloten worden. Zodat we eigenlijk geen afval uiteindelijk hebben. Nou, dat was de eerste vraag, die was dan van mij, maar iedereen kan vragen stellen via de Facebook chat. En als mensen geen Facebook hebben, maar wel meekijken, stuur even een mailtje via de website van GaGoed of gagoed@leiden.nl. Dan kan iedereen zijn of haar vragen kwijt. Het is ook niet voor niks dat we dit vandaag doen, hè? Het is een bijzondere week. Ja, het is sowieso de Klimaatweek, waarin we juist aandacht vragen voor CO2-uitstoot, hè, verandering van klimaat. Deze week is natuurlijk ook de klimaattop. Komende zaterdag is ook de grote demonstratie voor het klimaat. Dus juist de aandacht voor onze eigen omgeving. Ieder jaar hebben we Earth Overshoot Day. Hè, dat is eigenlijk de dag waarop de hulpbronnen, dus alle spullen die je gebruikt, dus alle primaire bronnen die je het hele jaar zou moeten gebruiken, die zijn dit jaar op 21 juli waren ze al op. Dus eigenlijk als je het zeg maar vergelijkt met je hebt eten in de koelkast en je moet er een week mee doen, maar je bent na 2 dagen is de koelkast al leeg, dan doe je iets niet goed. Ja. Nou, zo doen wij het eigenlijk met de aarde, dat we veel te snel onze hulpbronnen verbruiken. En die Earth Overshoot Day is ieder jaar weer een stukje eerder. Dus ieder jaar gebruiken we meer, zodat we eigenlijk 3 aardbollen nodig hebben om onze levensstijl, zoals wij die in het Westen ook hanteren, om die te gebruiken. Dus ja, dat snapt iedereen. Dat gaat niet goed in de toekomst. Nee, dus we teren echt in op die reserves. Zeker. En je ziet het natuurlijk met name ook in die klimaatverandering. Hè. Men is het er nu al over eens dat echt een risico is voor onze toekomst. Zeker ook voor ons eigen land. Wat natuurlijk voor een deel, zeker in Leiden, ook onder het zeespiegelniveau ligt. Dus je moet iets gaan doen. Dus je moet eigenlijk datgene wat je verbruikt beperken. En dat betekent 1 dat je ook kunt nadenken wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Hè. Heb je een nieuw jurkje nodig? Heb je een nieuwe auto nodig of heb je die helemaal niet nodig? Kun je gewoon op de fiets, kun je lopen? Aan die kant, maar ook datgene wat je wel gebruikt, dat je echt keuzes maakt. Maar bijvoorbeeld ook dat je minder vlees eet, dat je meer plantaardige producten, dat je heel erg nadenkt over die kringloopgedachte, hoe je die kunt toepassen. En dat betekent volgens mij helemaal niet dat we minder fijn hoeven te leven. Het is echt een andere manier van denken die producenten, maar ook consumenten allemaal zouden in hun hoofd zouden moeten hebben. En helemaal anders is het misschien niet, want iedereen die gebruikte vroeger al de kleding van oudere broertjes en zusjes. Ja, dat is ook al een beetje, hè? Zeker. En dan zo'n gat naaien, zo'n Bert en Ernie sticker op je knie. Sokken stoppen. Zeker. Ik denk dat dat misschien niet meer gebeurt. Nee, maar bijvoorbeeld het schoenlappen, hè, dat in ieder geval spullen ook zo gemaakt zijn dat ze weer te repareren zijn in plaats van dat alles geplakt is. Dus het is ook alweer een stukje terug naar ambachtelijkheid. Dat dingen langer meegaan en dat je ook waardeert dat iets van goede kwaliteit is. Daar kunnen mensen misschien, die hebben daar in ieder geval het gevoel dat ze er minder invloed op hebben. Ja, die telefoon die je net noemde als voorbeeld. Ja, ik zou ook willen dat ik wel gewoon een nieuwe batterij erin kon doen, maar ik kan niet meer open. Nee. Dus ik denk dat we ook voor een heel groot deel van regelgeving afhankelijk zijn. Hè, het liefst natuurlijk in Europees verband. Die producenten ook echt verplichten hun verantwoordelijkheid te nemen om ook met dat ontwerp aan de gang te gaan. En tegelijkertijd zijn er op allerlei andere vlakken zijn natuurlijk wel keuzes te maken. Hè, die we nu ook gewoon kunnen maken. Als je daar maar ook gewoon meer van bewust bent. Hè, maar bepaalde dingen, ik vind het al heel normaal om gewoon een tas mee te nemen als je boodschappen gaat doen, terwijl voorheen. En soms dat is heel snel gegaan, denk ik, voor mensen. In andere landen zie je ook nog wel dat er onmogelijke hoeveelheid al van die plastic tasjes nog steeds worden gegeven. Dus zo zijn er dingen die we al best wel aangepast hebben.
Dat zit dan inderdaad ook in de recycling, zoals al het papier. Hè, de meeste huishoudens hebben nu een bak om het papier in te bewaren. Nou ja, wij spraken net al even kort dat het ook maakt dat het veel makkelijker wordt om bijvoorbeeld als je iets aan het koken bent en je hebt een kartonnen verpakking om die meteen even in die bak te gooien. Dat is het, hè? Je moet mensen verleiden. Het is inderdaad verleiden, maar ook wel gewoon bewust maken. Dit kan, op termijn is dit gewoon niet houdbaar. Hè? Dit gaat over onze kinderen en over onze kleinkinderen uiteindelijk, die hier gewoon echt de problemen van mee gaan maken. Het is niet iets op de verre termijn wat ooit een keer gaat spelen. Het speelt nu. We moeten nu iets doen. Iedereen kan vragen stellen. Dat deed Jacco via de mail, zie ik inmiddels. Via gagoed@leiden.nl, als je dat op die manier wil doen. Die vraagt, levert het ook meer banen op in de stad, die circulaire economie? Ja, dat kan zeker meer banen opleveren. Want wat we bijvoorbeeld bij het warenhuis doen. Het warenhuis is zeg maar de kringloopwinkel. Daar zamelen we hout in. Hè, en dat kan van zeg maar tafels kan dat zijn, maar ook van kasten. En dat hout wordt weer opnieuw gebruikt om weer nieuwe meubels mee te maken. Mm-hmm. Dus ja, dat levert ook uiteindelijk ook banen op. Want dan heb je gewoon meubelmakers aan het werk. Zeker, zeker. En ook het stukje zeg maar weer opnieuw gebruiken. En dus eigenlijk dat we, kijk, als je deze tafel inlevert en je wil iets anders gaan maken, dan moet je nog iets gaan doen. En daar zit in feite het werk in. En daar zit ook weer het stukje ambachtelijkheid in wat je moet gebruiken. Dus ja, het kan ook zeker nieuwe banen opleveren. We hadden heel lang zo'n soort spreuk van een betere wereld begint bij jezelf. Hoe doet de gemeente Leiden dat? Het goede voorbeeld geven? Of u zelf? Ja, nou ja, ik ben zelf een hele fanatieke afvalscheider, zeg maar. Zelfs als mijn gezinsgenoten, als ik iets erin zie, dan haal ik het er alsnog uit en doe het alsnog daarin. Probeer ook echt na te denken over je vervoer. Ik doe eigenlijk alles op de fiets, ook in Leiden. Hè, dus dat je daar ook over nadenkt wat je gebruikt. Als gemeente zelf kopen we natuurlijk ook een hele hoop in. Hè, ik bedoel, we kopen fietsenrekken, we kopen verkeersborden, we kopen koffie in. Nou, ook daar zijn we bezig op dat op een manier te doen die heel erg past bij wat lang meegaat. Bijvoorbeeld dat we de fietsenrekken nu bij het station, die hebben we niet aangeschaft, maar die huren we. In feite kopen we namelijk een product. We huren een product dat je je fiets kunt parkeren. En de fabrikant die blijft eigenlijk eigenaar van het product. En dat maakt dus ook dat die fabrikant, daarvan is het heel gunstig als iets heel lang meegaat. Mm-hmm. Dus dat noemen we in het vakjargon product as a service. Dus we kopen het niet meer. Nee, het blijft van de fabrikant die daarmee zorgt dat als er iets kapot is, het weer opnieuw gemaakt kan worden. En dan is het slim als je maar een klein dingetje hoeft te vervangen als er wat kapot is. Dus zo zijn we met allerlei inkoop ook bezig om op deze manier de inkoop vorm te geven. En we zijn er echt nog lang niet. Hè? Het is niet dat wij als gemeente dat helemaal perfect doen. Maar we zijn wel al die trajecten aan het doorlopen om te kijken van hoe kan het beter? Hoe kun je minder afval? Hoe kun je betere keuzes maken aan de voorkant? Ja. Ook aan tafel Marijn Sauer. Jij werkt bij de gemeente Leiden. Ja, dat klopt. Dus jij bent de hele week hiermee bezig. Ja, zeker weten. Ja. En wat zijn dan dingen waar je bijvoorbeeld deze week aan gewerkt hebt? Nou, een heleboel. Wat als Yvonne al aangaf, kopen we zelf als gemeente heel erg veel in. En een van de dingen die wij vaak ook inkopen zijn werken in de openbare ruimte. Dat zijn bouwprojecten. Ja. Veel mensen hebben natuurlijk huren een woning of kopen een woning in Leiden. Maar uiteindelijk maken we allemaal ook gebruik van die openbare ruimtes waar we lopen, waar we fietsen, waar we misschien spelen in de speeltuin en waar we verblijven. En daar hebben we een heleboel spullen nodig, ook om dat prettig vertoeven te maken. En deze week zijn we bijvoorbeeld bezig geweest met het project wat heet Circulaire Openbare Ruimte. En dat houdt in dat we eigenlijk gaan kijken waar we op dit moment staan met onze openbare ruimte. Welke materialen we de komende jaren nou gaan kopen en welke milieu-impact we daarmee maken. En zijn we vooruit aan het kijken, hey, als we dat nou anders willen doen. En als we nou, waar Yvonne het ook over zei, misschien minder materiaal gebruiken.
als we materiaal gaan gebruiken, steeds duurzaam materiaal gebruiken. Welke knoppen hebben we nou om aan te draaien waarbij we het meeste impact kunnen maken zonder dat we daar hoeven in te boeten op kwaliteit of ook hoe de burgers beleven. Zonder dat we er last van hebben eigenlijk. Eigenlijk zonder dat je er last van hebt. Dus met dat soort dingen ben ik in zo'n week bezig. Ja, want wat op zich relatief denk ik nieuw is, een paar jaar geleden denk ik dat ik dat in Leiden voor het eerst zag, werd een straat opnieuw bestraat met de oude stenen. Ja, dat klopt. En dan denk je eerst van, hè? Waarom doen ze dat met die oude stenen? Dat ziet er toch niet uit? Ja, terwijl eigenlijk, en dat is ook het stukje waar we nog te winnen hebben, kunnen we nog beter ook aan de mensen vertellen in zo'n straat waarom we nou die stenen aan het hergebruiken zijn. Want als we nou kijken in heel Nederland waar we de meeste impact op kunnen halen, dan zie je dat 50% van alle nieuwe materialen in Nederland, die worden gebruikt in de bouwsector. En 40% van alle CO2-uitstoot, dus we hebben het over die klimaatweek, 40% van al die uitstoot is gerelateerd aan die bouwsector. Dus Leiden met een grote verstedelijkingsopgave, die ook de openbare ruimte natuurlijk daaraan op aanpast, die is ook ontzettend veel aan het bouwen. En daarmee ook komt er heel veel materiaal vrij en gaan we heel veel materiaal vragen. En daar kunnen we dus echt een hele grote winstslag op maken. En een van die dingen is het hergebruik van klinkers of van tegels in de openbare ruimte. Want vaak zijn ze nog goed. Moeten ze er wel uit, omdat we bijvoorbeeld met riolering aan de slag moeten gaan. Of we hebben toch bedacht dat we daar misschien iets meer ruimte voor groen willen maken. Of meer speeltoestellen. Maar die klinker die eruit kwam, die kan prima weer terug. Die gaat gewoon mee. En dat is heel goed, een stuk beter voor het milieu dan iets nieuws. Maar dat betekent wel dat soms je dezelfde klinker weer terugkrijgt. Terwijl misschien een wijk verderop er wel iets nieuws in is gegaan. Ja. Kijk je een beetje jaloers misschien in het begin, maar het went ook wel weer snel. Ja, Want ook er nieuwe klinkers, die zijn natuurlijk na een jaar, zien er ook gewoon oud uit. Ja, en ik denk ook, en dat gaf Yvonne ook al aan, is dat nieuw niet per se altijd beter hoeft te zijn. Of dingen zoals we vroeger deden. Of denk een fiets die je koopt. Een fiets, vaak als Nederlander investeren goed in de fiets, de Leidenaar fiets ook graag. En als daar je band lek gaat, dan gooi je ook niet je hele fiets weg. Nee, je haalt de band eruit of je plakt de band of desnoods een nieuwe binnenband. Maar je gooit niet de hele fiets weg. En dat is hetzelfde eigenlijk met wat we ook in de openbare ruimte doen. Er staan heel veel spullen met heel mooi ontwerp, met heel goed materiaalgebruik. We kunnen het wel weggooien en dan weer iets nieuws kopen, wat misschien zelfs wel van mindere kwaliteit is. Of we hergebruiken wat we hebben. En dat is wel zo handig. We hebben een heel mooi voorbeeld in Leiden, hè, van een circulair gebouw wat nog maar recent is opgeleverd. Zeker, dat is Biopartner 5. Hè, dat staat in het Bioscience Park, zeg maar tegen Oesgeest aan. Misschien zelfs wel op het Oesgeestendeel. Ja. Die kant. En dat is een verzamelgebouw voor allerlei laboratoria. Daar kun je zeg maar ruimte huren als je een klein nieuw bedrijf bent in de Bioscience, op het Bioscience Park. Maar dat is helemaal gebruikt of gemaakt van gebruikte materialen. Zij zijn echt gaan kijken welke kozijnen zijn er beschikbaar. Wat voor vloeren zijn er beschikbaar? Wat voor stenen zijn er beschikbaar? Dat is een supermooi gebouw geworden. Overigens ook met heel veel groen aan de binnenkant. En zij dingen nu mee naar allerlei prijzen. Dus dat is echt een voorbeeld. En gaan nu ook een boekje erover maken, omdat ze ook aan anderen willen laten zien wat daar dan allemaal bij komt kijken. Want ja, je hebt dan nog wel vraagstukken. Als je inderdaad kozijnen hebt, hebben die dan nog garantie? Ja. En past het allemaal op elkaar? En hoe werkt dat dan allemaal? Nou, dat zijn ze allemaal aan het uitproberen gegaan. En zij willen ook heel graag die kennis delen met anderen die dit graag willen gaan doen. Want dit is het eerste gebouw dat echt helemaal voldoet aan alle afspraken die in Parijs gemaakt zijn, hè? Ja, ze noemen het inderdaad een Paris-proof building. In goed Nederlands. Ja, ja. In goed Frans. In good French, ja. Dus even spieken wat hier binnenkomt. Rowan die vraagt, zijn alle materialen in de bouw her te gebruiken? Nou, volgens mij een heleboel materialen, maar er zijn natuurlijk toxische, giftige materialen die je niet opnieuw wil gebruiken. Maar dit lijkt me echt een vraag voor Marijn. het hangt heel erg af van de staat van je materiaal. Wat net al Yvonne aangaf, dus natuurlijk zijn er materialen waarvan we ze misschien vroeger hebben gebruikt, waarvan we nu zeggen niet zo handig, zoals bijvoorbeeld asbest, iets wat we ook niet graag hergebruiken op dit moment. En tegelijkertijd moeten we ook gewoon kijken dat als iets vrijkomt wat misschien 5 jaar is meegegaan, dat is iets wat je makkelijker wellicht kunt hergebruiken, omdat de kwaliteit nog voldoende is. En we zeker weten, dat kan nog wel bijvoorbeeld 30 jaar mee. En iets wat misschien 100 jaar heeft gelegen, wat weer als tunnelbak zou moeten voldoen. Nou, daarvan wil je zeker weten dat je daar gewoon veilig onderdoor kan rijden. Ja. En niet dat niet hergebruikt kan worden. Dus veel materialen kunnen zeker hergebruikt worden. En het een misschien wat makkelijker dan het ander. Belangrijke daarbij wel is,
is dat we bijvoorbeeld niet beton storten. En niet lijmen, maar bijvoorbeeld iets maken in een soort Lego-vorm. Of iets wat je met droge verbindingen, noem je dat ook wel. Wat je uit elkaar kan halen. Exact, zodat je het ook weer kunt hergebruiken. Mm-hmm. Een stuk makkelijker. Ja. Dus dat vergemakkelijkt wel of je materiaal of product in de toekomst kunt hergebruiken. Want als je bijvoorbeeld een raam of een raamkozijn neemt. Nou, zo'n raamkozijn kan je natuurlijk uit elkaar halen en ook wel verzagen tot een ander formaat. Het glas waarschijnlijk minder, omdat je nu veel duurzamer glas hebt. Dus dat is dan bijvoorbeeld een voorbeeld wat je niet kan hergebruiken. Nee, precies. Dus je hebt inderdaad met beglazing zie je dat het vaak niet meer terug kan komen van buitenglas naar buitenglas. Omdat we nu in andere eisen stellen aan wat we prettig vinden en meer isolatiewaarde bijvoorbeeld. Ja. Maar zo'n glas kan bijvoorbeeld wel weer als glas binnen terugkomen. Dus je ziet wel eens dat mensen die een kantoor ontmantelen, dat glazen die eerst aan de buitenkant staan, dat ze nu van die mooie vergaderruimtes ermee maken. Dan is het niet voldoende om weer lekker behagelijk binnen te kunnen zitten, maar is het wel voldoende om gewoon een band als scheidingswand. Ja, inderdaad. Dus zo kan het wel terugkomen. Jullie al als gemeente van de week ook op de Beestenmarkt een bijeenkomst. Die past hier ook wel mooi bij, het Zero Emissie Festival. En daar hoorde ik iemand zeggen, je noemde net even asbest. Die zei, polyester is het nieuwe asbest. Dat schijnt dus ook weer zo'n stofje te zijn waar we in de toekomst heel veel last van krijgen. Dus moeten we misschien ook niet hergebruiken als het ergens in zit. Nou ja, hergebruik is sowieso, als het in zijn geheel herbruikbaar is, dan zou ik sowieso zeggen, geef het eerst nog een kans. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat dat met recyclen, of nou, polyester is natuurlijk uiteindelijk een plastic. En we hebben gezien dat plastic dat in het milieu terechtkomt, dat we daar niet heel gelukkig van worden. Nee. Heel eventjes spieken, wat de volgende vraag is, die is via Ga Goed binnengekomen. Even kijken, wat zien we als bewoner terug van circulair bouwen in de stad? Ja, ik denk aan de ene kant dat je het niet terugziet. En dat is ook goed. Dat is maar goed ook, ja. Ja, en dat is maar goed ook. En dat is ook waarom we dit verhaal ook blijven vertellen. Want als het goed is, ziet het er ook uit als een gewoon gebouw. Hè, het is het verhaal erachter wat maakt dat het net anders is. Hè, waar je natuurlijk wel aan kan zien, is dat dingen net iets anders zijn. Ik zal het voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, wij zitten met het stadskantoor in Level bij het stationsgebied. Daar heb je weer allerlei binnenkozijnen, ook glazen heb je gebruikt. Ja, dan zie je net dat het net wat anders eruit ziet. Maar goed, dat moet je wel weten. Dus volgens mij is het eerder het verhaal erachter en wat het doet, dan dat je meteen aan de buitenkant ziet, hey, dit is een circulair gebouw. Ja, dus als je voor dat Biopartner 5 gebouw gaat staan en je kijkt dan, valt er ook niet van alles op van dat je denkt van, nou, je ziet gewoon, staat er al dat even. Is wel een mooi gebouw. Ja. Hè? Ik bedoel, het is gewoon wel mooi in het ontwerp, maar je ziet dat er niet meteen aan af. En dat is wel belangrijk dat we het verhaal ook blijven vertellen. Hè? We hebben ook bijvoorbeeld bij de ijshal die we gaan bouwen, hebben bijvoorbeeld juist ook aandacht gevraagd voor dat ontwerp. Hè? Daar zit hout in, daar zit staal zit daarin. Als je op dat moment ook helemaal in kaart brengt wat er in zo'n gebouw zit, wordt het straks ook makkelijker om dingen te vervangen. Maar ook als je bij wijze van spreken daar geen ijshal meer zou willen hebben, dan kun je ook makkelijker die materialen eruit halen. En natuurlijk inderdaad die verbindingen die jij ook zei. Dus ja, we willen ook eigenlijk niet meer van slopen spreken, maar eerder van oogsten. Ja. En je oogst materialen die je weer op een andere manier inzet. En soms kan dat ook niet altijd op dezelfde plek. Dus voor de toekomst zul je ook echt moeten nadenken over plekken waar je materialen kunt bewaren. Eigenlijk een soort materiaalbanken. En dat kan natuurlijk virtueel zijn. Hè, zoals wij ook een brug uit de bruggenbank hebben. En ook bruggen die wij hebben. Ja, vertel eens, Leiden heeft een brug gekocht voor 1 euro. Precies. Ja. Goed, ik zal me even afmaken. Ja. Je zult dus echt plekken moeten hebben waar je fysiek materialen kunt bewaren om op een ander moment weer te kunnen gebruiken. Maar virtueel is dat inderdaad. Wij hebben een brug over. Ja, vroeger werd die in kleine stukjes zeg maar gezaagd. En, ging die naar de schoot? Weet ik wat. Ja. Maar hier wordt een brug, als hij aan de afmetingen voldoet, kan hij in zijn geheel weer gebruikt worden. Dus wij hebben een brug uit Veenendaal gekocht, die we nu weer gaan neerleggen. Hè, bij Roomburg zeg maar in de buurt. En wij hebben zelf de brug die bij de Aalmarkt lag,
Ja. Als je die nog kan herinneren, die soort loopbrug. Die heeft nog een hele tijd daar aan het eind van de Schipholweg gelegen, hè? Zeker. Die hebben wij naar Nijmegen hebben wij die kunnen overdoen. Nijmegen of Nijmegen. Nijmegen. Ook voor een eurotje. Iets in die orde van grootte. Maar dat wordt een beetje onderling uitgeruild door gemeenten of instellingen die daar zitten. Het kan dus ook instellingen zijn. Kijk, als je hem op moet slaan, zo'n brug, dat kost ook geld en plek. Dus als je een ander daar zeg maar blij kan maken, ja, dat is natuurlijk super. Want het afvoeren van zo'n brug kost ook gewoon weer geld. Ja. En zo kun je het weer een tweede leven geven. Als de afmetingen kloppen, dan kan het. Ja. We hebben een vraag in het Engels van Louis, denk ik dat je het uitspreekt. Even kijken. Waarom zamelen we geen plastic apart in containers in de stad? Ja. Nou, dat is een goede vraag. Dat hebben we een hele tijd wel gedaan. We hebben daarvoor wel ontdekt dat eigenlijk maar een heel klein percentage van het plastic, ongeveer 9% van het plastic werd toen opgehaald. Ik moet daar wel eerlijk bij bekennen dat het aantal containers ook niet heel erg groot was. Dus mensen moesten daar wel moeite voor doen. Ja. We hebben toen 5 jaar geleden is ervoor gekozen voor de nascheiding, zodat al het plastic materiaal er aan de achterkant uitgehaald wordt. We zitten nu ongeveer op 60-70% van datgene wat er uitgehaald is. Dus we hebben echt gekozen voor de kwantiteit, om zoveel mogelijk plastic eruit te halen, eigenlijk om gewoon resultaat te bereiken. Maar aan de andere kant, mensen zijn nu wel gewoon gewend om al het plastic gewoon weg te gooien. Dus qua voor de bewustwording is het wat minder. Bewustwording was het minder, maar het verschil tussen voorinzameling en nu nascheiding is wel gigantisch groot. Ja. Waarom is het niet gewoon 100% met nascheiding? Je hoeft het er toch alleen maar uit te halen? Ja, dat zit in verschillende technieken. Ja, het kan vervuiling zijn, maar voornamelijk verschillende technieken. Dus er wordt steeds beter in. We halen steeds meer aan het einde van het proces ook wel weer het afval eruit. Ja. Maar zo hoorde ik laatst weer iemand zeggen, een vriendin van mij die in de afvalverwerking zit, die zei, nee, wist je niet dat je juist het hele plasticje eraf moet trekken in plaats van op moet... Nou, dus dat is ook met verschillende technieken hou je verschillende dingen eruit. Ja. En dat kan een stukje vervuiling zijn of omdat iets in elkaar gepropt is of... Of ook wel samengestelde verpakkingen. Hè? Wat jij net ook zei, dat het aan de ene kant plastic is en verschillende soorten plastics. Toen we dit invoerden, hebben we bewoners ook uitgenodigd om mee te gaan zeg maar naar de nascheidingsfabriek in Rotterdam. Om een keer te kijken. Ik mocht toen ook mee. Ja. En ik was inderdaad wel onder de indruk, hè, van al die lopende banden waar alles overheen gaat. En dan met lucht wordt het gewoon eruit geschoten en op kleur en op soort. Maar goed, toch de hele hergebruik ook, zeg maar, weer opnieuw gebruiken van plastics blijft toch best wel lastig, omdat er zoveel verschillende soorten plastics zijn. En daarom zijn we heel erg blij ook met het statiegeld op, zeg maar, de kleine flesjes. Dat komt, is natuurlijk Marijn Tinga, onze eigen plastic soepserver, heeft daar ook een belangrijke rol in gespeeld. Zeker. Nou, het komt ook op blikjes, dus ook weer, dit is weer die producentenverantwoordelijkheid. Hè, dat zij zelf hun eigen verpakkingen terugnemen. Dat is gewoon een hele belangrijke. Want dan maakt namelijk dat zij ook gaan nadenken. Oké, als ik het nou zelf terug moet nemen, hoe moet ik het dan ontwerpen om het ook gewoon weer makkelijk opnieuw te kunnen gebruiken? Ja. Hè, maar goed, hergebruik en weer iets anders ervan maken kost altijd weer energie. Dus ja, mooier is nog, we hebben nu een verpakkingsvrije winkel in Leiden, dat je toch even je eigen verpakking meeneemt en niet weer opnieuw zit je mee te lezen. De volgende vraag. Nee, ik zit niet mee. Is een vervolgvraag van diezelfde Louis. Nee. Er zijn steden in Duitsland en Denemarken waar plasticvrije winkels beloond worden. Ja. Ja. Is dat ook een idee voor Leiden? Nou, we hebben ze niet beloond. Er is er wel een, volgens mij deze maand of zo, is die pas begonnen. Een dame, volgens mij, als ik het goed zag. Ja, dat vind ik schitterende voorbeelden. Ja. Kijk, wat we wel doen, we hebben een hele mooie subsidieregeling. Die heet circulair verwaarden. Dat is natuurlijk een term wat best wel lastig is. Maar 2 keer per jaar kunnen mensen die ideeën hebben, zeg maar, om grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Of inderdaad ideeën over het ontwerp van producten kunnen pitchen. We hebben er onlangs één gehad. Op 10 januari sluit weer de datum waarop je idee kunt inleveren. En dan kan er maximaal 15.000 euro kun je krijgen om je idee uit te voeren.
die kun je op gaagoed.nl kun je daar alle informatie over vinden over circulair verwaarden. En er is een onafhankelijke commissie onder leiding van... Een soort jury. Ja, een jury. Hè, Henriette van Balen van Spark onder andere is daar. Uh-huh. En de Rabobank is daarbij betrokken. Die dan dat geld toekennen aan de mensen met gewoon een heel erg goed idee. Maar je kan natuurlijk ook een goed idee hebben, maar niet per se zelf willen uitvoeren. Kan je er dan ook wat mee? Ja, dan moet je iemand vinden die het die, voor je die wil gaan doen. Ja, ja. Kunnen jullie daar dan bij helpen? Nou, kijk, als mensen een idee hebben, kunnen ze altijd bij ons terecht om te kijken, wat kan ik ermee? Ja. We proberen ook heel erg met de mensen die nu de ideeën hebben om die aan elkaar te verbinden. En soms zeggen ze, hey, ik kan eigenlijk wel samenwerken met jou. We zien dat er heel veel samenwerkingen sowieso met het circulair warenhuis zijn. En we zijn ooit begonnen met een aantal masterclasses, ja, over circulaire economie, waarbij we een heleboel mensen uit Leiden aan elkaar verbonden hebben. En eigenlijk wordt het al een beetje een soort kennisnetwerk. Ja. Dus als je nou echt een goed idee hebt, maar denkt, waar moet ik beginnen? Dan kun je bij ons melden. Dan kunnen we je echt op weg helpen om de juiste mensen te vinden om je idee ook uit te gaan voeren. Een soort circulaire Tinder, is, hè? Een matchmaker. Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Nou, even kijken of hier nog vragen hebben. Volgens mij niet echt. Ja, waar kan ik mogelijke partners vinden? Maar dat is in ieder geval via de gemeente dus. Ja, ja, dat kan. Maar goed, er zijn natuurlijk ook andere. Bijvoorbeeld de universiteit is heel erg hard bezig. Ook met circulair. Ook met circulair bouwen. Hè, het hele, een deel van het Gorleus is gesloopt. Ja. En dat is dus juist weer ook in Biopartner 5 gebruikt. Alle stalen binten, zeg maar. Ja. Er zijn ook andere partners. Maar ik denk dat wij wel een makkelijke ingang zijn. Als je echt niet weet... Ja. Van waar moet ik beginnen? En ik heb gewoon een hartstikke goed idee. Ja, volgens mij deze week nog besloten. Er komt een bouwplan bij de Hagenweg, bij die molen daar. Er staat nu een grote loods zwart hout in. En het hout van die loods gaan ze gebruiken bij de nieuwbouw. Ja. Dat is ook zo'n voorbeeld. Ja, dan, dus. Dat is zeker zo'n voorbeeld. Ja, en het heeft nu ook wel te maken dat het soms best heel lastig is om materialen te krijgen. Hè? We zien natuurlijk, ja, ook door corona dat er een enorm tekort is aan materialen. Eigenlijk helpt dat wel een beetje om dan na te gaan denken van... Hey, maar is er eigenlijk niet gewoon materiaal? He, want we hebben ook nog wel gezien dat materialen, nieuwe materialen, vaak goedkoper zijn nog dan materialen die weer opnieuw bruikbaar gemaakt moeten worden. He, dat is natuurlijk best wel een handicap. Maar als je het dan nu niet geleverd krijgt, ja, dan wordt het veel interessanter om in feite gebruikte materialen te gaan gebruiken. Als ze gewoon nog goed bruikbaar zijn. En dat is ook vaak gewoon zo. Een Facebook-vraag. Ik denk voor... Jou, Marijn. Als je nou aan het verbouwen bent en je hebt allemaal spullen over die je zelf niet meer wil gebruiken, kan iemand anders daar dan iets mee? Nou, zeker. En daar kan ik zeker antwoord op geven. Ik ben toevallig namelijk ook net zelf verhuisd. En je verbaast en je aan toch het verbouwen. En aan het verbouwen, ook dat. En dan verbaas je toch weer over hoeveel spullen je zelf hebt en hoeveel spullen er vrijkomen. Ja. En eigenlijk wat ik altijd zelf probeer te doen en ook als tip zou willen meegeven, is dat je eerst kijkt, wat kan ik zelf nog hergebruiken? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je denkt, nou, die keuken die ik heb, dat is eigenlijk niet meer helemaal mijn stijl. Of ik ben net een nieuw huis betrokken, dus het was sowieso dan eventjes zoeken waar je stijl matcht. Ja. Maar in plaats van de hele keuken eruit te halen, als al je apparatuur nog goed is, kun je niet alleen de kastjes eruit halen die bijvoorbeeld opnieuw een kleurtje geven of sprayen. Daar zijn ook genoeg bedrijven voor, ook hier in Leiden, die dat ook voor je kunnen doen. Ja. Dus eerst kijken, kan ik het niet zelf nog hergebruiken en daar gewoon een likje verf tegenaan gooien of iets in die richting. Nou, een tweede wat ik vaak zelf doe, is dan naar een van de kringlopen brengen in Leiden. We hebben er een heleboel. En de een neemt bijvoorbeeld wel weer je apparatuur ook in. Dus bijvoorbeeld een wasmachine of een vaatwasser. Een ander neemt wat meer meubels in. Dus daar kun je eventjes naar kijken. En sommigen nemen alles in. En dat kun je natuurlijk ook zelf op Marktplaats zetten. Dat is de bekendste kringloop misschien voor de mensen thuis. Ja. Dat is namelijk gewoon Marktplaats, tweedehands spullen. Maar als je daar zelf niet de tijd en energie voor hebt, omdat je ook nog aan het verhuizen bent en aan het klussen, dan kan de kringloop ook een goede zijn. En het bouw- en sloopmateriaal? En het bouw- en sloopmateriaal, die kun je... Ja. Dat is wel lastig. Ja, dat is... je kunt zelf natuurlijk naar de Milieustraat gaan. Daar zamelen we zelf ook bouw- en sloopafval in, wat zoveel mogelijk ook weer een plekje krijgt. Dus daar zijn we ook weer aan het werk, wat Yvonne ook al noemde. Bijvoorbeeld met mensen die daar weer wat moois van maken. Maar bij de Milieustraat staan wel van die hele grote containers van, nou, je oude bank die mag daarin en die stapel hout mag in die. Maar halen ze dan die stapel hout, gaat er iemand daar dan de spekketjes uithalen en kijken of daar iemand nog iets mee kan? Ja. Dat gebeurt echt. Ja. Ja, ja. Ja, en sterker nog, omdat we allerlei producten daarvan maken,
is er op een gegeven moment ook de vraag, komt er wel genoeg hout binnen? Want ja, als je natuurlijk producten maakt en je hebt daar afnemers voor en er is onvoldoende sloophout, heb je ook een probleem. Ja. Dat is natuurlijk de andere kant ervan. Maar goed, daarom hebben we onderling ook wel contact met andere bedrijven die ook hout inzamelen, om wel te zorgen dat er voldoende hout is. Hout is echt zo'n product wat natuurlijk eigenlijk ook een soort van tijdloos is. Ja. Wat ik bedoel, ook verschillende soorten hout, die kun je weer gewoon een nieuw leven geven. Het is een heel... Het is ook redelijk makkelijk weer te bewerken. Hè? Veel makkelijker dan bijvoorbeeld stalen verwarmingsplaten of zo. Hè? Radiatorplaten. Mm-hmm. Daar heb je ingewikkelder dingen voor nodig om dat her te gebruiken. Terwijl hout kan bij het warenhuis gewoon opnieuw gebruikt worden. Het is voor een heleboel consumenten denk ik toch nog best wel lastig. Want... er kan heel veel, maar ik denk niet dat iedereen precies op een rijtje heeft van... maar wat is nou mijn rol daar zelf in? En daar is ook zoveel wat je moet weten en wat je niet automatisch weet als je het niet een keer gehoord hebt. Ik heb bijvoorbeeld laatst gehoord, je mag geen pizzadozen bij het papier gooien, want er zit vet in. En dan vervuil je het papier. Maar bij diepvriespizza's mag het weer wel, want daar zit niet dat vet. Het is zoveel... Ja. maar dan is het ook zaak dat je kiest wat ook bij jezelf past. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die heel fanatiek op al die onderdelen dat ze goed mag proberen te doen. Nou, dat is top. Aan de andere kant, als een heleboel mensen, toch, wij spreken 80% van hun papier inzamelen. Ja, dan kom je uiteindelijk verder dan dat we een paar hele fanatieke mensen hebben. Dus dat volgens is mij, natuurlijk waar. Volgens mij is de kunst om het inderdaad makkelijk te maken, om het ook te vertellen. Mijn beleving is dat een heleboel mensen echt bereid zijn om er iets voor te doen. Om te scheiden en ook snappen waarom dat moet. Dus we moeten het makkelijk maken, we moeten het vertellen hoe het zit. En ook die pizzadoos, het gaat uiteindelijk om zulke grote hoeveelheden... dat ik denk van nou, volgens mij loopt dat wel weg als er een keer een pizzadoos tussen zit. Ja. Ja, ik wou zeggen, volgens mij moet je er niet mee stoppen omdat je denkt, oh, ik ben bang, je doet iets fout. Ja. Maar het zit wel op een heleboel aspecten. Hè? Het zit op datgene wat je koopt, datgene wat je verbruikt, hoe je reist, wat je eet. Het zit op al die onderdelen. Maar vaak als mensen dingen weten, kunnen ze in ieder geval een bewuste keuze maken. Ja. Ik heb nog een vraag over dat bouwen. Is het niet van Marloes, is het niet veel duurder dan normaal bouwen? Ik weet niet wie van jullie dat... Ja, circulair bouwen. Nee, eigenlijk niet. Tuurlijk kun je zover gaan dat het wel een heel stuk duurder wordt. Maar in principe hoeft circulair bouwen zeker niet duurder te zijn. En dat komt weer als je weer terugkijkt eigenlijk naar die principes. Dus waar je ook het meeste milieu-impact kunt maken of het meeste CO2 kunt besparen. Ja. Is eigenlijk dat je eerst kijkt... doe niet wat je niet hoeft te doen. Nou, dat kost sowieso geen geld als je niks doet. Nou, als dat geen optie is, dan ga je vooral kijken... En kun je daar een voorbeeld van noemen? Doe niet wat je niet hoeft te doen, want dat klinkt een soort kruipiaan. Nou, stel je voor dat je zegt... op dit moment, we kijken natuurlijk nu naar bouw... dus kijk even weer naar die openbare ruimte. Hey, er ligt hier een straat vol met klinkers en met stoeptegels en dergelijke... moet dat nou helemaal opnieuw ingericht worden op dit moment? Of doen we dat over 2 of 3 jaar... als we zeker weten dat we toch die straat open moeten gooien... omdat daar wat gaat gebeuren? Vanwege elektriciteit of misschien vanwege water of riool of iets in die richting. Nou, dan kun je ook zeggen, gaan we dat dan nu doen? En dan moeten we het over 2 à 3 jaar misschien wel weer opnieuw doen. Of zeggen we dan, weet je wat, dan is het ook oké voor 2 tot 3 jaar... en dan over 3 jaar gaan we wel die straat open maken... want dat moet dan ook gewoon gebeuren. Ja, en de tweede optie, en dat maakt het ook niet per se duurder, is dat je kijkt naar hergebruik. Dan heb je wel weer, wat Yvonne ook aangaf, dat je het soms ook een tijdje moet opslaan. Dus en wellicht bewerken. Dus dat kan zeker omdat vaak arbeid nog wat duurder is dan dat nieuw materiaal is helaas. Kan dat duurder uitkomen, maar dat hoeft niet per se. Ja. Zo hebben wij bijvoorbeeld hoe heet dat park nou, waar de Japanse steiger nu ook ligt. Blekerspark. Nou, daar zijn bijvoorbeeld de damwanden die daar al gebruikt werden. Was ook weer hout overigens. Die zijn vrijgekomen. En voor de mensen die misschien vaak in het Blekerspark komen. Er ligt nu een hele mooie steiger in een Japans design.
En daar zou in eerste instantie nieuw hout voor gebruikt worden. En iemand zag die damplanken gaan en dacht, hey, die zien er toch eigenlijk nog best wel goed uit. Kunnen we die niet gewoon gebruiken? Kunnen we die niet hergebruiken? Ja. En laten opschuren en dan hergebruiken. Maar uiteindelijk was dat dus goedkoper dan als je dat dus nieuw had gekocht. Ja, eigenlijk ook leuker. En ook nog leuker. Ja. Nou, en het laatste is dat als we dus wel met nieuw materiaal gaan, dat je dat dus duurzamer doet. Dat kan een stukje duurder zijn, omdat je ervoor kiest om bijvoorbeeld voor meer innovatieve materialen te gaan. En dan moeten we onszelf denk ik ook afvragen, is het nu duurder? Ja. Of is misschien wat nu goedkoper lijkt op lange termijn wel een stuk duurder, omdat het bijvoorbeeld minder goed materiaal is, maar ook omdat misschien wel de klimaatrekening voor de volgende generatie is. Maar die is denk ik voor een individuele burger lastig te maken, die rekensom. Dat kan me voorstellen dat je niet denkt, hey, die tegels hergebruikt, mooi, dat scheelt mij klimaatkosten in de toekomst. Ja, of dat, mijn kleinkinderen die kunnen dan makkelijker verzinnen. Ja, maar je kunt het wel in je eigen tuin doen. Ja, dat is waar. Als je daar. Maar hogere kosten bespaart misschien, noem maar wat, neerslag van stikstof. Dat is natuurlijk wat ongrijpbaarder, maar heeft wel waarde. Ja, en uiteindelijk, en dat is natuurlijk het hele lastige ook met deze klimaatproblematiek, denk ik, is dat je wat je nu misschien bespaart, daarvan pluk je de vruchten misschien later. Als we nu niet daaraan gaan werken, daar is die klimaatweek ook zo belangrijk voor. Ja. Hebben we misschien meer last van hitte, meer last van wateroverlast. En dat kost ook geld om uiteindelijk weer nieuw bomen aan te planten. Of te zorgen dat water weer weg kan lopen van de straten. Of als je kelder onder water staat. Ja, dat zijn uiteindelijk ook kosten en die komen wel steeds dichterbij. Ja. Dus het een is niet zo makkelijk te linken aan het andere, maar het levert uiteindelijk echt jezelf ook iets op. Hoe zit dat eigenlijk met het gebruik van hout? Want dat kan wel heel circulair zijn, maar je hoort ook steeds meer over houtbouw. Maar is dat dan ook duurzaam? Want ja, bomen kappen, dat doe je ook, daar wordt ook niemand vrolijk van eigenlijk. En dan weet ik, dan heb je productiebossen en die worden weer aangeplant. Maar toch, op een of andere manier voelt het nooit helemaal lekker. Nou ja, in zoverre, kijk, wat natuurlijk niet duurzaam is, is Amazon regenwoud kappen. Aha. En daar palmolieplantages neerzetten. Hè, daar hebben we nu, zijn daar de eerste afspraken over, natuurlijk op de klimaattop, om niet te ontbossen. Ja. Overigens een vrijwillige afspraak, als ik het goed heb begrepen. Ja. Maar daar waar er staat vast niet een hele stevige handtekening van Bolsonaro president van Brazilië. Ook reden om daaraan te twijfelen inderdaad. Maar als je natuurlijk echt productiebos waar je in principe eerst CO2 vastlegt. Ja. Hè, want het gaat natuurlijk groeien. En vervolgens als je op dat duurzame manier doet. Hè, dat zijn ook dingen als FSC hout. Maar we werken volgens mij ook veel vaker met, hoe heet dat, CLT. Ja, cross-laminated timber. Ja. Dus dat zijn verlijmde lagen waar je bij wijze van spreken zelfs flats van kan bouwen. Mijn buren maken er op het moment een woonboot mee. Oké, dan heb je dus als CO2 uit de lucht vastgelegd doordat het groeit. Ja. Doordat het hout groeit. Doordat de bomen groeien en je het hout daarna kan gebruiken. Dus in principe is dat een prima keuze. Ja. Alleen zie je wel dat daar, doordat de vraag stijgt, de prijs ook wel omhoog gaat op dit moment. Maar het alternatief beton, dat is echt het allerergste, geloof ik, hè? Nou ja, het is lastig om te zeggen. Op dit moment is inderdaad beton niet het meest milieuvriendelijke product om te gebruiken. Integendeel. Maar tegelijkertijd zie je ook dat daar ontzettend veel innovatie in is. En dat ze ook al bezig zijn met zelfs CO2-vangend beton. Okay. Of bijvoorbeeld iets wat het meeste uitstoot geeft van het maken van beton. Dat ze dan kijken of ze daar bijvoorbeeld schelpjes voor kunnen gebruiken. Dus het kalk uit schelpjes. En voor schelpjes om weer te groeien neemt het weer CO2 op. Maar daar is wel het verschil. Want dat gaf Yvonne net al mooi aan. Dat juist met het groeien van bomen, wat we weer kunnen gebruiken voor het hout in gebouwen en in de openbare ruimte. Dat neemt juist CO2 op. En terwijl we ook dat hout verder in productie zetten en op transport, is daar ook minder CO2-uitstoot bij gepaard dan als je bijvoorbeeld met beton en staal werkt, wat ook zwaarder is. Dus je hebt zwaardere machines nodig, ook in transport. Dus je had het net ook over die zero-emissie stadslogistiek. Ja. Nou, dan kan dat niet meer op je bakfiets. Dat moet dus meer met een vrachtwagen. Nou, dat stoot natuurlijk ook allemaal meer uit. Dus ik kan me voorstellen dat mensen soms denken, hè, hout, je gaat toch geen bomen kappen, dat is zonde. Dat is zonde van het milieu, die moeten juist groeien. Terwijl juist dat hele productieproces, wat je eigenlijk niet ziet, want je ziet pas uiteindelijk het eindproduct, daar zit ook veel meer CO2-uitstoot bij als het niet om dit soort
biobased materialen gaat. Of hernieuwbare materialen. Even naar een volgende vraag via Facebook van Petra. Wat doet Leiden eraan om met name bij jongeren de bewustwording te creëren en om ze te stimuleren om na te denken over al het afval en het mogelijke hergebruik daarvan? Zijn er bijvoorbeeld contacten met scholen of het voortgezet onderwijs? Ja, die zijn er zeker. En ik heb onlangs nog, mocht ik een prijs uitreiken voor de textielrace. Ja. Daar hebben we in korte tijd geprobeerd zoveel mogelijk textiel in te zamelen bij de scholen. En daar zaten ook lessen aan vast, zodat kinderen inderdaad ook leerden van je kunt beter eerst nog hergebruiken. En als je het niet meer hergebruikt, toch inzamelen om andere dingen ermee te doen. Dus dat is een van de voorbeelden hoe we op scholen daarmee omgaan. Ook allerlei dingen met zwerfvuil doen met scholen. Onlangs inderdaad was weer Marijn Tinga, ik noem hem nog maar een keer. Ja. Die heeft drijfvuil, het plastic vissen heeft hij met hen ook gedaan op allemaal van die subboards. Dus we hebben allemaal scholenprojecten om hen ook mee te nemen. Wat ik wel mooi vind, is dat je nu eigenlijk ziet dat een heleboel jongeren ontzettend betrokken zijn bij het klimaat. Omdat zij zelf merken van, dit gaat mijn toekomst aan. Dus ik vind dat zelf een enorm positief signaal. Dat jongeren heel goed snappen dat dit niet iets ver weg is. Maar dat als zij, bij wijze van spreken, ouder zijn, dat het dan gewoon al gaat spelen. Dus ik vind het goed dat zij ook eisen van ons als volwassenen, dat we dit serieus nemen en daar ook dingen mee doen. Moet je al vegan eten thuis van de kinderen? Nee, dan nog niet. Nee, dat hoeft maar niet. Je hoort dat ook wel steeds meer. Ja, maar goed, er zijn, ik heb verschillende kinderen. Maar de een is daar bewuster mee bezig dan de ander. Ja. Dus eventjes kijken of er nog iets binnen is gekomen. Ja, als we materialen gaan hergebruiken, wordt het dan niet heel rommelig in de stad? Is de stad dan nog wel mooi? Ja, we hebben het een beetje aangestipt dan met die klinkers. Ja. In het begin ziet het, want die hebben een beetje kleurverschil en zo. Dan ziet het er misschien in het begin een beetje, maar het went ook wel snel. Nou ja, dan komen we weer terug op het hergebruik. Want is het dan rommelig? Als je exact hergebruikt wat er al lag, dan heb je hetzelfde beeld natuurlijk ook weer terug. Dus dan hoeft het niet rommeliger te worden. Maar het is wel een hele goede vraag. Want wij zeggen heel erg vaak ook zelf, circulariteit is eigenlijk geen doel op zich. Maar het is een middel om een duurzamere en een mooiere stad uiteindelijk met z'n allen te kunnen maken. Dus over het algemeen kijken we dus eerst, om maar weer die straat te pakken als voorbeeld, dat moet misschien een klimaatadaptieve straat zijn die goed waterdoorlatend is, die niet warm is in de zomer, waar kinderen fijn en veilig kunnen spelen en waar we hopelijk zo min mogelijk onderhoud hebben voor de komende 50 jaar. Nou, dan kijken we daarna, hoe kunnen we dat nou zo circulair mogelijk doen, zo duurzaam mogelijk? Ja. En dat is ook vaak een combinatie van maatregelen. Dat is niet alleen bijvoorbeeld het hergebruik van een steen, maar dat we bijvoorbeeld zeggen, we laten net eventjes een andere steen terugkomen. Of we hebben bijvoorbeeld ook ergens een waterdoorlatende steen laatst toegepast, maar hebben er wel voor gekozen om het toplaagje net een ander kleurtje te geven, zodat het beter in het straatbeeld past. En om ook die verrommeling tegen te gaan. Want iedereen houdt ook gewoon van een mooie leefomgeving. Ja. En duurzaamheid hoeft uiteindelijk niet te betekenen dat we minder fijn leven. Sterker nog, het moet hand in hand gaan. Experimenteren jullie ook dat je verschillende dingen uitprobeert in zo'n stad? Ja, daar zetten we wel hier en daar op in. Is wel ook heel belangrijk, zodat we ook evaluatieruimte hebben en kijken waar we wat innovatieve producten kunnen toevoegen of materialen. Maar wel ook met het idee om uiteindelijk goed te kijken, is dit wat we standaard willen gaan toepassen? Of is dit iets wat niet voor ons is, omdat bijvoorbeeld dat onderhoud toch duurder is of mensen het niet als prettig ervaren? Maar zeker belangrijk om hier en daar toch te experimenteren. Ja. Maar niet gelijk de hele stad daarmee vol te leggen, want dat is, dat is ook niet de bedoeling. Nou zei je al van de stad, die moet juist eigenlijk mooier worden uiteindelijk daarvan. Zeker. Want niets menselijks is ons natuurlijk ook allemaal vreemd. Dus we willen natuurlijk toch ook allemaal wel een keer mooie nieuwe schoenen kopen in plaats van tweedehands. Of een nieuwe jas of een nieuwe auto. Omdat die toch leuker is dan een tweedehands. En je het nou eenmaal kan betalen. Ja, wat is je vraag? Nou, mag dat nog wel? Of moet je echt wel heel erg... Kijk, ieder maakt uiteindelijk zijn eigen keuzes. Dat is niet verboden. Maar door te laten zien dat er eigenlijk ook andere keuzes zijn die nog eens goed zijn voor je toekomst en ook in veel gevallen goed voor je portemonnee, dan kunnen we mensen op andere gedachten brengen. Mm-hmm. En dan zijn er vast mensen die op een gegeven moment, bij wijze van spreken, toch die opties aflopen en zeggen, ja, maar ik kies nu toch voor iets anders.
Ja, weet je, dat kan, maar wij hopen de grote massa in ieder geval eerst na te laten denken over dit soort dingen, om dan bewust een keuze te maken. Hoe doen jullie dat als gemeente? Want jullie hebben ook een wagenpark. Worden die dan vervangen voor alleen maar elektrisch? Of kijk je naar tweedehands? Daar zijn we heel erg hard mee bezig. Hè. Je kunt ook naar tweedehands kijken, maar waar je het net over had, zero-emissie stadsdistributie. Ja. Hè, dat betekent dat we in 2025 eigenlijk in de binnenstad zoveel mogelijk vervoer willen weren. Hè. Dat gaat dan over transport wat niet elektrisch is. Mm-hmm. En ook zoveel mogelijk passend vervoer maken. Je ziet nu natuurlijk dat hele grote vrachtwagens soms alleen maar een klein pakketje komen brengen. Nou, als je veel beter nadenkt over welke stromen gaan er nou de stad in en welke stromen afval, de nieuwe bron, gaan de stad uit. Als je dat beter kunt combineren, dan heb je dus één, heb je veel minder vervoersbeweging in de stad. Nou, daar wordt volgens mij iedereen blij van. En je hebt veel minder uitstoot. Mm-hmm. Zo kun je dus andere keuzes maken die eigenlijk op een heleboel vlakken gewoon verstandig zijn. En dus ook nog een verdienmodel hebben. Want vrachtwagens die leeg rijden, dat kost gewoon altijd geld. Door dat beter te vullen en bijvoorbeeld op bedrijventerreinen om gezamenlijk in te kopen. Hè, en dan per bedrijventerrein bij wijze van spreken de wc-rollen te verdelen. Maar die komen met één vrachtwagen aan. Maar het komt natuurlijk ook omdat het allemaal erg versnipperd is. Want zo'n transporteur is weer een onder aannemer. En die heeft nou eenmaal één bus en daar gaat alles in. Zeker. Of bijna niks in. Nee, en we kijken nu naar eigenlijk logistieke punten aan de zijkanten van de stad, waar je dat binnen laat komen, zodat die grote vrachtwagens niet meer door hoeven. En dan het overpakt in kleine, passende natransport. Dus dat kan een elektrisch wagentje zijn, maar dat kan ook een bakfiets zijn als het minder is. Om zo de stad te bevoorraden. Ja, dat zie je al steeds meer gebeuren ook. Hè? Zeker, er zijn al ook in Leiden allerlei initiatieven en ook ketens die het zelf al doen. Of ook gewoon plekken als je nu een nieuwe woningen bouwt of als je een flatgebouw bouwt, kun je daar onderin bijvoorbeeld een plek maken waar je pakjes af kan leveren. Desnoods ook nog met koeling. Dat mensen dat zelf, bij wijze van spreken, in die wijk kunnen ophalen. Ja. Dat het dus niet overal de wijk in hoeft. Maar dat daar gewoon een plek is. Je krijgt een pincode en je kunt het eruit halen. En je hebt gewoon op jouw moment kun je het pakje ophalen. Dus je hoeft dan ook niet meer thuis te zijn. Je kunt het op die manier doen. Nou, zo denken we steeds meer slim na over zaken die volgens mij helemaal niet slechter zijn voor de kwaliteit van leven, maar wel veel bewuster zijn van hoe doen we dit soort dingen nou. Ja. Elsbeth vraagt via Facebook, hoe ziet de circulaire economie in de toekomst eruit voor de consument? Schakelen we dan over van eigendom naar gebruik? Dus is delen het nieuwe hebben, vertaal ik maar even. Ja, nou, ik denk dat voor een deel gewoon waar is. Ja. Ik bedoel, dat geldt natuurlijk een beetje voor deelauto's. Voor sommige mensen is dat heel prettig om niet de verantwoordelijkheid te hebben, of als er gewoon geen parkeerplekken zijn, om een deelauto te hebben. Maar dat geldt ook, het voorbeeld is wel eerder genoemd, bijvoorbeeld voor licht. Koop je nou een lamp of wil je licht? Nee, ik wil licht. Ja. Dus op het moment dat je licht koopt, dan is de producent, die moet bedenken, hoe kan ik nou zorgen dat dat ding zo lang mogelijk meegaat? Want dan is het, voor de producent gunstig om in feite te zorgen dat jij licht hebt. Ja. Nou, als je op die manier daarover nadenkt, ik denk dat dat veel meer gaat spelen. Dat we ook dingen gaan delen met elkaar. Je ziet ook wel nu bij jongeren dat die hele andere dingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld daar waar in een andere generatie allemaal een eigen auto voor de deur, je van het was. Zie je nu bij jongeren dat het veel belangrijk is dat je onderweg ook gewoon op je mobiele telefoon kan zitten. Nou, dat is met rijden is dat natuurlijk heel onhandig. Ja. Dus er worden andere dingen belangrijk. Dus ik heb daar echt wel hoop op dat dit soort dingen, als inderdaad dingen delen en service kopen in plaats van producten kopen en hebben, mm-hmm. dat veel meer de toekomst is. Omdat je dan ook geld bespaart en geld over hebt voor andere dingen, leuke dingen. Klopt het dat de speeltuin in het katoenpark ook circulair is? Ja, dat klopt. Daar zijn ook alle materialen uit dat gebied zijn gebruikt. Dat is echt een soort speeldernis, een hele avontuurlijke speeltuin. Ja, zo noemen ze dat dan in ambtelijk vakjargon. Een speeldernis. Een wildernis waar je kan spelen. Precies. Ja. En die zijn daar allemaal weer gebruikt. En dat is natuurlijk hartstikke leuk als je dingen ook herkent. Ik vind het zelf ook wel mooi als er bomen
die bijvoorbeeld ziek zijn of wat dan ook, gekapt worden. En je brengt dat daarna weer terug als straatmeubilair gewoon in de eigen... Ik vind dat heel mooi als dat weer terugkomt. Volgens mij was dat ook op een gegeven moment in de Keizerstraat gedaan. Ja, waar stonden die hele oude bomen. Vond iedereen jammer dat die weggingen? Ja, weet je, die waren ook ziek. En als je die dan weer terug kan brengen, nou, dan is het wel eigen. Dan heb je ook veel meer, voeling met de producten. Met spullen die in je eigen straat staan. Ja, dwingen of verleiden is de volgende vraag. Nou, moeten we mensen dwingen om met regelgeving? Ik vind, je moet mensen sowieso verleiden. Maar ik vind, als ik kijk naar de producenten, daar heeft verleiding niet gewerkt in mijn beleving. Daar zul je echt gewoon moeten dwingen. Dus aan die kant meer de dwang? Ja, daar zou ik meer de dwang zien. Want dan verleid je de mensen ook veel makkelijker. Want dan is het gewoon logisch. Ja. Iemand koopt dingen of brengt dingen terug. Als je statiegeld hebt, dan denk je, oh, nou, die breng ik weer terug. Maar als gemeente heb je daar niet echt invloed op, hè? Want iedere telefoon die je koopt, moet je ook weer een nieuw hoesje. Want dan is hij net weer een halve centimeter anders en dan past hij niet meer. Ja. Nee, daar hebben we niet meteen invloed op. Behalve wellicht via de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ja. Probeer natuurlijk ook naar het kabinet te lobbyen. Het kabinet lobbyt weer in Europa voor dat soort dingen. Maar dat zijn wel hele trage, stroperige processen. Maar hoop ik wel dat, zoals deze week, als daar dan afspraken worden gemaakt op wereldniveau. Ja, ik hoop zo dat je daar echte stappen zet. En ik heb ook Rutte horen zeggen dat hij snapt dat er gewoon echt iets moet gebeuren. En dat hij ook ziet dat hij zag dat het water hoog was, zeg maar, om het even bijna bijbels te zeggen. Dat was niet dat deepfake filmpje wat rondging. Nee, volgens mij niet. Maar dat je denkt, dit kan zo niet langer. Je moet iets gaan doen. Nou, dat zit ook aan die kant om te zorgen dat producten anders ontworpen worden. Dat je in staat wordt gesteld. Ik bedoel, dat wil jij ook. Om gewoon een nieuwe batterij. Ja. Of dat het hoesje wel past. Ja. Ja, dat zijn van die ergernissen waar je... Ja. Want ik moet weer eens een nieuw hoesje kopen. Dat is zonde van het geld ook. Ja. En je realiseert je dat het zonde is van het oude hoesje. Want het gaat een la in. Ja. Dat gaat nooit meer iemand gebruiken. Nee. Ik heb u wel eens horen zeggen, afval bestaat niet. Dat is een grondstof op de verkeerde plek. Is dat nou een beetje een dooddoener? Of is het echt waar? Bestaat afval echt niet uiteindelijk? Nou, kijk, afval bestaat wel. Wat we net gezegd hebben, er zit natuurlijk echt... spullen bij zoals zo'n asbest, waarvan ik in ieder geval niet zou weten wat je er nog opnieuw zou iets nuttigs mee kan doen. Mee zou moeten doen. Maar voor het allergrootste deel van de grondstoffen geldt het wel. Alleen hebben wij het vaak zo vastgemaakt of verpakt of ontworpen dat heel lastig wordt. En daarom is het nu ook heel lastig, wat ik net ook zei over het plastic. Ja. Er zijn honderden soorten plastic die... Eigenlijk zou je maar een paar soorten plastic moeten hebben, dan wordt het allemaal veel makkelijker. Ja. Dus op het moment dat we ons dat bewust zijn, op al die stappen in de keten, vanaf het moment van ontwerp tot aan gebruik en beheer, als je op die manier circulair denkt, dan wordt dit echt voor 99% waar. Ik heb nog, ik denk, een van de laatste vragen, want we gaan aardig richting 8 uur. Die is voor Marijn. Waarom koopt Leiden een tweedehands brug? Is dat wel veilig? Ah, ja. Nou, dat is natuurlijk buiten kijf dat het veilig is. Dat is natuurlijk stap 1. Waarom wij een tweedehands brug kopen is dat we eigenlijk hebben gezegd... We hadden nog een aantal bruggen nodig in Leiden. En een van de dingen die we ook steeds nu hebben laten terugkomen... is dat eigenlijk hergebruik van materialen het allerbelangrijkste is... en het meeste milieu-impact bespaart. Ze hebben eerst gekeken zelf in Leiden. Hebben we niet ergens nog een brug die over is? Of die misschien binnenkort over is? Nou, en toen we die niet tegenkwamen in ons eigen Leiden, want we hadden juist extra brug nodig, zijn we over de grens gaan kijken, over onze gemeentelijke grens, en hebben we die gevonden. Maar dan kijken we natuurlijk wel eerst, wat hebben we nodig en wat past er? En waar moet het allemaal aan voldoen? Dus we hebben eerst dat wensenlijstje. En dat is ook weer dat circulariteit, dat het dus niet het doel op zich is, maar uiteindelijk was het doel om daar gewoon een fijne, mooie, veilige brug te hebben, waar mensen overheen kunnen lopen en over fietsen. En waar een veegwagentje overheen kan. Uiteindelijk gaan we dan eigenlijk matchen van, waar is eventueel een brug over?
Nou, dat is het gave eigenlijk van de tijd waarin we nu zitten en in de transitie waarin we zitten. Er bestaat iets, het heet bruggenbank.nl. Het is gewoon een marktplaats. Gewoon een website, daar kan ik ook een brug kopen. Exact. Ja, dus als je nog in je achtertuin genoeg ruimte hebt voor een brug. Over de vijver. Dan, brugje. Ja. Ja, een klein bruggetje voor de vijver. Nou, het zijn over het algemeen inderdaad wel. Zijn ze ietsjes groter, tot echt heel groot zelfs. Ja. En dan hebben we ook echt gekeken van, nou, wat zou eventueel match zijn? En daarna ga je wel een beetje dat daten wat je zei. Dan gaan we dus kijken met die andere gemeente. Hey, wanneer komt dat vrij? Past dat wanneer wij dat ongeveer nodig hebben? Ja. Waarom heb je hem weggedaan? Maar het is in ieder geval veilig. Oh, het is zeker veilig. Het was een brug die echt over was. Een brug die 100 meter verderop lag van een andere brug. En die dus eigenlijk niet voldoende werd gebruikt. Nee. Dus die kon nog 100 jaar meegaan. Nou, zonder om dat dan toch weg te doen en als afval te bestempelen. Dus die mocht richting Leiden. Wanneer komt die? Binnenkort? Ja, zeker. Hij ligt op dit moment opgeslagen. Ja. En, hij is al in Leiden. Hij is nog niet in Leiden. Oh, okay. Hij ligt net tussen de twee in om nog mooier te maken. Zodat hij echt past in wat we ook mooi vinden. Ja. En dan wordt hij binnenkort geplaatst. Ja. Ja. Afsluitend, hebben jullie nog tips voor de mensen thuis? Hoe kan je nou makkelijk wat quick wins die je ook makkelijk zelf kan toepassen thuis? Ja, nou, ik denk, jij hebt net ook een mooi rijtje genoemd van, heb ik het echt niet meer nodig? Kan ik het nog opnieuw gebruiken? Zijn er andere manieren? Kan ik iemand anders er blij mee maken? Ja. Dat je even zo dat rijtje afgaat. En dat geldt ook als je natuurlijk nieuwe spullen koopt. Van, heb ik het echt nodig? Denk nog eens één keer na of je het echt nodig hebt. En daarna, als iets toch echt niet meer nodig is, kijk of je het naar de kringloop kan brengen. Kijk of je het in een van de afvalbakken, zeg maar, de hergebruikbakken kan bestempelen. Om zo eigenlijk gewoon dat rijtje na te lopen. Ja, en voor de rest, voor allerlei tips, kijk ook op gagoed.nl. Ja. En natuurlijk voor de mensen die nog een prachtig circulair idee hebben. Op 10 januari sluit de datum weer voor de nieuwe, voor de nieuwe inzendingen. Ja. Overigens ook weer in volgend jaar september sluit de datum ook weer. Dus als je echt nog een idee hebt, maar nog niet helemaal klaar bent, neem er contact op. We kunnen je echt helpen en je in contact brengen met andere mensen die je kunnen helpen om je idee verder een stapje verder te brengen. Ja, ik heb nog een Facebook-vraag van Joni. Kunnen die supermarkten niet wat minder plastic gebruiken bij het verpakken van al die spullen? Ja, soms wel en soms niet. Zeker. Er zal echt wel hier en daar veel te veel verpakkingsmateriaal gebruikt worden. En dat is ook iets wat Yvonne ook al aangaf. Ja. Soms kunnen wij daar als gemeente niet heel veel invloed op uitoefenen. Behalve dus indirect om daar wel meer het gesprek aan te gaan. En tegelijkertijd zie je ook dat bijvoorbeeld paprika's die verpakt zijn in plastic. Soms denk je echt, waarom zit er ook nog plastic omheen? Want een paprika is toch prima, kan je thuis afwassen. Maar, en dan kan je hem dus soms ingewikkelder maken. Die paprika moet je wel eerder weggooien vaak als er geen plastic omheen zit. Omdat er sneller verrotting plaatsvindt. Dus dan uiteindelijk als je dan net wat verder doordenkt, dan denk je... Oké, soms is het toch handig dat een extra verpakking erin gaat. Ja, dat moet je dan eigenlijk ook weer weten. Maar dat moet je dan weer weten. Ja, dus toch eerst naar die verpakkingsvrije winkel, zou ik zeggen. Of naar de markt. Of naar de markt. Dat is een grootste verpakkingsvrije winkel. Ja, en Leiden heeft een schitterende markt. Ja. Dus is dat toch misschien een goede uitkomst. Ja. Tot besluit, waar moet dit toe leiden? En wanneer? En wat is dit? Nou, het hele proces van die circulaire economie, waarin op een gegeven moment geen afval meer... bestaat? Nou ja, ik denk toch naar een samenleving die zo min mogelijk CO2 uitstoot. En dat je dus eigenlijk weer past binnen de grenzen van de aarde. Ja. He, dus dat we... Dat die overshoot day? Ja, overshoot day, dat die op 31 december ligt. Ja. Als dat zo is, dan pas je weer eigenlijk binnen je eigen footprint. Dan gebruik je net zoveel als dat er beschikbaar is voor jou op de aarde. Gaat dat lukken? Nou, niet in mijn leven, denk ik. Nou, weet je, dat is gewoon wel heel moeilijk. Ja. Maar dat is voor mij geen reden om te zeggen, nou laat maar dan. Want lopen wij voorop of gaan we of zijn deze gesprekken overal? Nee, deze gesprekken zijn wel op echt een hele hoop plekken. Wij zijn natuurlijk wel een samenleving die heel erg rijk is en veel dingen verbruikt. Hè? Ik bedoel, als je in een gemiddeld Afrikaans dorp dit gesprek zou voeren... Ja, dan is dat natuurlijk heel anders. Daar wordt gewoon veel minder gebruikt. Maar goed, dat betekent ook dat we volgens mij de technologieën en de ontwikkeling hebben en kunnen snappen dat we terug moeten.
dat dit zou niet kan doorgaan, omdat we vervolgens inderdaad of in de hitte zitten of het water tot aan de lippen of eroverheen stijgt. Dus ja, ik denk dat dat voor iedereen steeds helderder wordt. Dus ja. We hebben echt geen keus. Is er een makkelijke plek bij de gemeente waar iedereen alles kan vinden, informatie kan vinden, mee kan doen aan die prijs? Ja, ik noem het maar even prijsvraag. De pitches, ja. De pitches. Ja. Gagoed.nl, hij is al een paar keer gezegd. Ja, dat is allemaal gagoed.nl. Ja. Daar kunnen mensen alles vinden, alles insturen, opvragen. Zeker. Nou, dan dank ik jullie voor het aanschuiven in deze Ask Me Anything. Was het? Nou, dat was het ook zeker, wel aardig, hè? Zeker. Nou, ja. Jij ook dank dat je hier aandacht aan besteedt. Nou, leuk om te doen. En nou, wellicht de volgende keer een tweede sessie als we weer allemaal weer wat nieuwe dingen bedacht hebben en nieuwe voorbeelden hebben. Dat zou mooi zijn. Ja, dankjewel.